Goedemorgen. Het is 7:15 en ik heb het echt super moeilijk mee. 4:15 ging ik eruit en toen werd ik ook wakker, want normaal gesproken had ik dat niet. Alleen hij heeft nu dus een nieuwe telefoon en dat beeldscherm is echt veel groter en er komt ook veel meer licht vanaf. Dus dan word ik gewoon echt wakker van het licht. En toen dacht ik, oh, ik heb nog 2 uur om te slapen, wat lekker. En toen, bam, 7:15. Oh, dus nou ga ik eruit en ik moet vandaag 10 uur werken en ik heb er zo geen zin in. Het is zo jammer dat ze dit voor me verpest hebben. Ik ging altijd met zoveel plezier naar mijn werk. Het was natuurlijk moeilijk als ik vroeg moest opstaan en dan dacht ik wel van, oh, ik had nog zo graag in bed gelegen. Maar dat maakte uiteindelijk, als je er eenmaal uit was, maakte dat niet uit. Want ja, het werk was leuk. En nu is het werk niet meer leuk. Haha, nou ja. Ik moet 10 uur werken, dus het wordt echt een lange dag. Ik heb niet zoveel qua eten in huis, dus daar zit ik een beetje over in. Ik heb namelijk alleen nog wortels en ja, verder eigenlijk helemaal niks. Dus ik ga nog in ieder geval even 2 eitjes koken, dat ik die kan meenemen. Maar dat is niet genoeg om 10 uur te werken. Dus ik denk dat ik op het werk nog maar het een en ander fruit moet pakken. Of ik moet toch zeggen van, nou, ik neem vandaag gewoon broodjes. Alleen vanavond eten we pasta. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik dan vanavond geen koolhydraten eet. Ik ga gewoon even de kast nog opentrekken. Misschien leg je hier gewoon wat. Ik heb ook nog ham. Ik kan ook nog een paar plakjes ham meenemen. Ja, ik denk dat ik dat wel red. En dan eet ik gewoon 2 appels of zo. Oh, ik ben zo moe. Oh, oh, oh. 2 dagen achter elkaar. 7:15 eruit. En Sophie trekt het al niet meer. Morgen mag ik in ieder geval een beetje uitslapen, denk ik. Want dan komt Purdy. En ik hoop dat Purdy dan zegt, ik ben er om 9:45. Dan heb ik nog gewoon tot 9:45 om in mijn nest te liggen. Oké, ik ben echt vreselijk laat. Het is 56 en ik zit nog niet eens op de fiets. Dat was me echt normaal. Ja, ik was wel eens 53, maar dat was dan op zijn laatst, weet je wel. Maar nu is gewoon nu een kans dat ik 1 minuut te laat kom. Alleen maar omdat ik er zo tegenaan zit te hikken. Maar ja, het geeft niet. Ik heb besloten om ieder uur 1 glas water te drinken. Dat is altijd een beetje mijn manier om een dag die niet zo snel gaat, snel te laten gaan. Dat is echt een goede tip. Ik heb het al wel vaker gezegd. De buurvrouw stond me even aan te gaven. Ik denk, oké, ik hou wel even op. Maar ik wilde dus zeggen, als je ieder uur een glas water drinkt, ga je vol zitten. Je buik gaat vol zitten en je denkt echt, bluh. En ik wil niet meer, ik wil dat glas water niet meer. En dan denk je, nou oké, het is 2:30 en ik hoef pas om 2 uur dit glas leeg te hebben. Ik wacht nog even. En voordat je het dan weet, bam, is het 2:05 en moet je je glas leeg drinken. En omdat je dus ergens tegenop ziet, gaat de tijd sneller. Het werkt echt super goed. Shit. Ik heb helemaal niks mee. Echt, ik heb niet eens mijn tas meegenomen. Ik heb geen worteltjes mee, ik heb geen eten mee. Niks, ik heb niet eens een schort mee. Ik ben echt zo op de fiets gestapt. Shit. Ik kan ook niet meer terug, want dan is dat te laat voor. Nou ja, oké. Dit wordt dan... Ja, ik denk dat ik dan in de lunch of zo even naar huis rijd. Dat is de enige optie. Maar ja, dat ga ik ook niet doen, want dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik dus nu niet meer te zeggen. Bedankt. Oké, nou. Dan ga ik leven op wat we in de zaak hebben. En dat zijn, denk ik, appels. Appels en misschien dan toch maar een beetje chocola. Mag ik eigenlijk niet, maar... Ah, ik vind het zo kut dat ik me nu zo voel op mijn werk. En dat ik nu dus niet eens meer... durf te zeggen dat ik mijn eten ben vergeten en zo. Ik moet 's ochtends eerst met de moeder van mijn tante. Ik noem haar eigenlijk nooit mijn tante. Omdat we qua leeftijd niet zoveel verschillen als met een gewone tante. En
Het is eigenlijk van oorsprong een vriendin van mijn broer. Dus ik ken haar ook al langer dan voordat ze iets met mijn oom had. Maar ja, ik moest eerst met de moeder van mijn tante en daarna met mijn tante. Wordt een moeilijke dag. Nou, dat waren me de 10 uur wel. Haha, zo, het zit erop en ja, ben er mooi klaar mee. Het was een hele wisselvallige dag, omdat ik wel weer een beetje mee in mijn hoofd zat en kon niet goed loslaten. Maar aan de andere kant waren er ook echt momenten dat het echt gezellig was en dat we gewoon ja, een leuk gesprek hadden. Dat ik dacht, hé, ik snap het niet. Weet je, dan kwam de klap daarna gewoon net zo hard weer aan. Want dan denk ik, we hebben het toch gezellig en ik werk toch goed. En wat is er nou mis? Waarom willen jullie zo graag van me af? Maar ja, ik ben blij dat iedereen normaal doet. En ja, ik probeer ook gewoon te doen alsof er niks aan de hand is. Ondanks dat ik dat moeilijk vind. Maar nu ga ik lekker naar huis en ik ga lekker pasta maken. Oh ja, dat was trouwens over die lunch. Echt serieus, ik was echt zo dankbaar. Want ik had dus de laatste keer dat ik moest werken mijn worteltjes laten liggen. En die had Daphne dus gelukkig voor mij in de koelkast gelegd. Dus die lagen daar nog. En die heb ik lekker op zitten peuzelen. En ik heb nog een appel op 's middags. En dat is gewoon alles waarop ik heb geleefd. Tot net 5 minuten geleden kwam Tjeerd. Die moest vanavond ook werken. Dus die ging pizza halen. Oh, 1 stukje pizza op. Oh, dat was echt zo fijn. Maar nu ga ik lekker pasta eten. En mijn nieuwe Bluxbox is binnen. Dat is dus de Duty Box. Alleen die heet vanaf nu Bluxbox. En die hebben ze bij de buren bezorgd. Dus die ga ik even ophalen. Ik ben super benieuwd namelijk wat het allemaal is. En hoe die eruit ziet. Maar dan ga ik morgen pas openmaken. Want ik maak hem altijd tegelijk open met jullie, zeg maar, in het filmpje. Maar die is bij 98. En ik weet eerlijk gezegd niet eens welk huis dat is. Is dat dan boven ons nog? Zo te zien wel. Oh. Dan moet ik dus naar een wereldvreemde. Dat vind ik wel een soort van ongemakkelijk. Ik snap niet waarom ze daar niet gewoon bij je eigen buren aanbellen. In plaats van bij iemand in het gebouw. Nou, ik ga het wel zien. Ik ga nu naar binnen. Aha, en vanavond heb ik helemaal niks. Dus ik kan lekker Expeditie Robinson kijken met Nick. En dat vind ik heel fijn. Want het was wel weer toch weer een beetje een b-dag. Was niet zo, ja, was niks mis mee. Oh ja, trouwens, 's ochtends ook nog. Vanochtend kom ik aan. Maar was Annemieke er al met haar moeder? En dus zegt, sta jij erop? Ik denk, oh shit, heb ik niet goed gekeken? Denk, nou, ik weet zeker. Ik heb wel goed gekeken. Ik stond er gewoon op. Maar ja, dus toen was ik eigenlijk ook nog. Het was wel haar fout hoor. Want ze had gewoon per ongeluk mij erop gezet in plaats van haarzelf. Maar ja, toen waren we met z'n drieën. Dus toen voelde ik me helemaal heel overbodig. Maar ik heb echt, echt keihard gewerkt. Niet overdreven. Ik heb echt super veel gedaan. Om mezelf te bewijzen of zo, denk ik toch. Dus ik, ja, weet je, ik kost misschien 9,10 euro per uur. Maar ik was het wel waard vandaag, vind ik zelf. There it is. Ik heb het idee dat hij kleiner is dan de Duty Box. En hij is niet zwaar. De eerste is in ieder geval niet zwaar. Ze hebben al in het mailtje gezegd van in ieder geval dat er een full size mascara in zit. Ik ben heel benieuwd. Het is het eerste wat ik morgenochtend ga doen. Ik heb het volgende baalmomentje. Ik kwam thuis en toen pakte ik echt, nou, na 2 seconden een pan uit de kast. En toen zei ik van, ik zei, ja, we eten pasta. En toen zei hij, kunnen we niet later eten? Want ik ga 6:15 sporten. En het was dus al 6:15. En ik dacht echt, ik zeg, maar ik heb zo'n honger. Ik zeg, ik heb zo weinig gegeten vandaag. Ga maar eten dan. Maar ja, denk, vind ik ook niet gezellig in mijn eentje eten. Maar ja, en ik heb al vaker tegen hem gezegd, kun je niet later afspreken? Maar dat vindt hij dus niet fijn, want dan heeft hij niks meer aan zijn avond. En dat snap ik ook wel, want ja, nu ga je sporten en dan kun je de rest van de avond thuis zitten. Maar ja, het is goed. Hij moet er ook snappen dat het voor mij niet zo handig is. En dan kan ik natuurlijk wel alleen gaan eten, maar dat vind ik gewoon niet zo leuk. Het is 7:30 en ik zit hier gezellig in een chill trui met de kaarsjes aan. En ik ga langzamerhand koken. Ik weet dat als ik nu ga koken dat ik dus vroeg klaar ben. Want ik heb afgesproken dat ik 8:00 het eten klaar zou hebben. En die pasta is eigenlijk heel snel klaar. Maar ik heb zo'n honger. Ik kan me gewoon niet meer concentreren op de tv. En ik wil heel graag snoepen. Want ik heb gevulde speculaas gekocht. En dat wil ik heel graag eten nu. En ik heb echt ook een kast vol. Ik heb lekkers meegenomen van het werk. En ik heb hier stroopkoek. Ik heb hier een chocoladereep. Maar ik ga het niet doen. Ik ga de pasta pakken. Pasta. En de tomaatblokjes.
ga in ieder geval de pasta vast opzetten. Die kan ik toch al wel zachtjes. Weet je nou, dat ze dan zo meteen in 10 minuutjes klaar zijn en we gelijk kunnen eten. Ik ga zo'n mega bord maken zo meteen. Serieus, ik ga echt zoveel pasta opknallen als ik kan en ik eet alles op. Totdat ik rollenbollend op de grond lig omdat ik zo vol lig. Echt, dat was echt een rare zin. Maar ja, jullie snappen wat ik bedoel. Is er iemand die echt de perfecte tip heeft voor de hoeveelheid pasta die je moet koken? Want ik donder dus altijd maar gewoon wat in die pan. Maar echt 9 van de 10 keer heb ik dus te veel. Want ik wil niet te weinig hebben, want het idee alleen al dat ik te weinig heb. Dus ik doe er dan gewoon toch nog even 2 handjes extra in. Maar dan heb ik altijd te veel en dan moet ik het weggooien. En dat vind ik echt super zonde. Maar hoe weet je nou hoeveel je per persoon nodig hebt? Iedere pasta heeft weer een andere vorm, dus ook weer een andere hoeveelheid. Kun je dat afwegen of zo? Zijn er een bepaald aantal grammen? Ik vind het echt lastig, want ik vind het zonde om weg te gooien, maar ik wil ook niet te weinig hebben. En heel af en toe heb ik het echt perfect gedaan, maar dat gebeurt niet vaak. Als jij een tip hebt, dan hoor ik hem graag. Pasta voor Nick en Toby, want die hebben honger. Toch, Nickje? Ja. Honger. Ja. Wat is de fucking doen? Wij hebben Expeditie Robinson gekeken en lekker met z'n tweeën een beetje op de bank gezeten en gekletst. En nu heb ik mijn gezicht schoongemaakt en ga ik lekker slapen. Ik heb wel echt last van mijn huid. Ik merk in de winter is dat heel snel zo hoor. Je ziet het ook heel goed in mijn nek. Dan word ik gewoon heel droog, hele droge huid en dan wordt het ook uitslag. Dus ik moet echt weer een beetje op gaan passen dat ik er echt 2 keer op een dag goed vettige crème insmeer. Want anders dan ben ik echt bang dat het straks helemaal ontploft. Maar het komt ook wel omdat ik nu mijn gezicht schoongemaakt heb en dan wordt het altijd een beetje rood en zo. Dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Welterusten en ik hoop dat je morgen weer kijkt. Vind je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Doeg! Goedemorgen. Het is bijna 7:45. Ik moet bijna weg naar het werk. Ik moet me nog even mijn eyeliner zetten en dan ben ik zo goed als